Wat's up, morgens? Het is alweer een tijdje geleden dat ik een, uh, een PC-adviesvideo heb gemaakt. En uh, ik dacht, het is misschien wel leuk om een keer ook een wat hoger budget te nemen, zoals jullie ook in de titel zien. Um, en dat je dan gelijk met deze zou kunnen streamen. Dus uh, gamen en streamen op dezelfde PC. Dus uh, welkom bij de rond de 1600 euro uh, gaming-streaming-PC. En laten we maar induiken. Ja, ik kan wel de, het introotje langer maken, maar dat is helemaal niet nodig. Dus uh, let's go. Alright. Um, uh, zoals jullie misschien wel weten, is dat dit voor vandaag de dag is. En uiteraard zijn er ook nog veranderingen mogelijk. Heb jij nog suggesties? Heb jij nog een advies? Laat het achter in de comments. Dan mag dat natuurlijk altijd ook even achtergelaten worden. Kom met opbouwende kritiek in plaats van. Morgen, what the fuck? Je bent echt de klootzak dat je dit hebt gedaan. Je nou, know, ik selecteer op de dingen die ik weet. Dus dat gezegd hebbende, gaan we gewoon van start. Uiteraard nog één ding. Uiteraard weet ik dat er binnenkort nieuwe NVIDIA GPU's uitkomen. En ook Ryzen CPU's, die ook binnenkort opnieuw de markt zullen betreden. Vandaar dat ik zeg, dit is een beeld voor vandaag de dag. Het kan net zo goed zo zijn dat er over een aantal weken hele nieuwe producten zijn, waarbij dus deze verouderd zijn. Um, maar goed, we kunnen op die manier altijd eigenlijk wachten op nieuwe producten. Dus we gaan gewoon lekker bezig met de dingen die we nu hebben, namelijk deze beeld. Let's go. Als moederbord hebben we gekozen voor de Gigabyte Aorus X570 Elite. Dat is een, een prima moederbord, is wel een beetje aan de prijzige kant, maar je krijgt er een X570 moederbord voor terug. Een onboard chipset, die wordt, uh, sorry, de, 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 de chipset die wordt ook nog eens gekoeld. Met een actieve ventilator in plaats van passief. Dus dat is nice. 2 M2 SSD slots. Um, je krijgt in principe alle futureproof dingen die je zou krijgen bij een X75 moederboard. Dus mocht het zo zijn dat er zometeen nieuwe processoren uh, uitkomen, dan kan je deze ook makkelijk upgraden. In plaats van als je nu met een wat ouder moederboard zit, dan um, is de kans groot dat hij zometeen niet meer comparable is. Dus dat is uh, uiteraard een, een pluspunt. Dus ik heb daarvoor gekozen. Daarnaast heeft deze ook nog. Zeer veel USB-aansluitingen, dat is altijd nice om, uh, om die te hebben. Um, mocht het zo zijn dat je dit uiteindelijk om wil bouwen naar een streaming-PC, heb je uiteraard ook de, de PCI en de PCIe-sloten ervoor om die dus uiteindelijk te gebruiken voor bijvoorbeeld een capture card, geluidskaarten, noem het maar op. Dit is een prima moederbord om mee te beginnen om dus een, uh, een, een gaming-slash streaming-PC te maken. Om dat dus uh, allebei op eenzelfde PC te doen. Nou, zoals jullie al uh, merken, gaan we dus uiteraard voor een AMD-beeld. Dat heb ik enerzijds gedaan om wat kosten te besparen. En anderzijds omdat AMD Ryzen-processoren gewoon echt beesten zijn wat betreft uh, 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 streaming. En uh, ze doen het ook perfect eigenlijk op gaming. Dus uh, streaming-gaming-wise gaan we sowieso kiezen voor een uh, AMD-beeld. Uh, en vandaag heb ik gekozen voor de AMD Ryzen 7 3900X. Dat is echt een beest van een processor. Ik hoef er eigenlijk niet te veel over kwijt. De meeste mensen die kennen hem wel. Het is een 12-core processor. En ik zal even de kloksnelheden erbij pakken voor de mensen die, uh, die dat interessant vinden. 3.8 gigahertz klokfrequentie met een maximale turbo klok van 4.6 gigahertz. Je zou het uiteraard ook nog wat kunnen uh, overklokken... Maar dat is in principe niet nodig. Um, 12 core, zoals ik zei. Dus echt meer dan genoeg om te streamen en gamen tegelijk. Je zou ook nog je video's hierop prima kunnen renderen, uh, monteren, Photoshop, noem het maar op. Alles is mogelijk op deze processor. Dus voor de prijs uh, is het gewoon echt een heel dik ding. Hij is wel box, dus je krijgt er ook nog eens een, uh, een cooler bij. Uh, maar. Dan gaan we gelijk over switchen. We gaan de standaard cooler niet gebruiken voor deze computer. Um, ik heb gekozen voor, bij deze computer voor een, een externe, dus een, een, een extra cooler. Namelijk de Noctua NH-U12S Chromax Black. Deze heb ik zelf ook in mijn uh, computer gebouwd. Even kijken. En ik heb hem zelfs in allebei mijn computers gebouwd. Ik moest even snel checken of dat echt zo was. En deze dingen zijn endstil... En ze koelen gewoon heel erg goed. Ze zijn wel wat groot, dus je moet even checken of hij in elke kast past. Voor het geval jij hem bijvoorbeeld in je eigen PC wil bouwen. Maar het zijn echt hele goede dingen. Ze zijn lekker stil en ze koelen prima. Dus um, ik zou zeker weten gaan, voor een prijs van 70 euro heb je echt een hele dikke cooler uh, te pakken. Dus uh, ja, dat is nice. En deze gaan we dus ook combineren op deze beeld. Nou, om te kunnen gamen heb je natuurlijk ook een uh, dikke videokaart nodig. Dus ook dat hebben wij geselecteerd. We konden niet echt voor de. Allerbeste beste gaan, want dan zouden we echt gaan naar een beeld van 2000 euro. Dus mocht je zoiets hebben van: ik wil graag een 2080, een 2080 Ti erin hebben of iets, dan kan dat. Maar dan ga je wel meer moeten betalen. Ik heb gekozen voor de Gigabyte GeForce RTX 2070 Super WindForce OC 3x8 Gig. Ja, dat is een hele mond vol. Maar het gaat dus uiteindelijk om de, de RTX 2070 Super. Dat is echt een uh, perfecte videokaart om op 1080p en 1440p te gaan gamen. Nou, uiteindelijk denk ik dat de meeste mensen op 1080p uiteindelijk gamen. En die gecombineerd met dat je ook nog eens gaat streamen op 1080p. Denk ik dat je hierbij echt een perfecte videokaart hebt. Om eigenlijk de hedendaagse games uh, met maximale frames en maximale kwaliteit af te spelen. Dat is zeker weten mogelijk. Neem wel even... Uh, of in het achterhoofd even. Dat uiteraard moet jij jouw stream gaan tweaken. Wil jij minimale impact op jouw games hebben? Zodat en je stream en je game soepel zijn. Dus het zou wel eens voor kunnen komen dat je in een bepaalde game de settings iets lager moet zetten. Of dat je met je streams niet op de meest zieke kwaliteit zit. Want um, daar heb je natuurlijk wel een 2-gaming. Uh, ja, sorry, een streaming PC en een gaming PC apart voor nodig. Maar ik weet haast wel. Nou, eigenlijk bijna zeker met dat je op deze PC echt op een hele hoge kwaliteit kan streamen... ...en nog eens je games op uh, zeer hoge kwaliteit kan spelen, dus... Met deze videokaart is dat natuurlijk uh, perfect haalbaar. Nou, dan heb ik uh, uh, voor RAM geheugen heb ik gekozen. Want uh, vaak zeiden kijkers ook morgen: um, ja, waarom kies je eigenlijk voor 3200 MAZ RAM en niet voor 3600? Ik heb nog eventjes research gedaan. En ik zag inderdaad dat tot en met 3600 um, je Ryzen builds daar uh, enorm goed van profiteren. Um, het zit zo dat hoe hoger je RAM, hoe meer bewerking eigenlijk jouw RAM-geheugen zou kunnen doen uh, in een bepaalde cyclus. Dus hoe hoger dat is, hoe beter dat is. Maar dat ligt ook weer aan je timings. Dus het is een beetje geven en nemen, omdat uh, RAM met een hoger MAZ kost je ook weer meer. Uh, terwijl de voordelen op een gegeven moment um, niet meer zo sterk zijn. Op een gegeven moment betaal je echt flink wat euro's voor minimale uh, uh, prestatieverbeteringen. Nou, 3600 heb ik er nu ingezet, omdat we natuurlijk op één PC zitten. Je wilt gewoon het snelste van het snelste hebben. Om dus uiteindelijk jouw streams en jouw games op, uh, ja, eigenlijk op het maximale te kunnen zetten. Dus we hebben de G-Skill Trident Z uh, RGB. Uh, ja, met nog allemaal andere dingen. Maar het gaat er dus om dat het 3600 MAZ is. 32 gigabyte RAM. Want we dan doen dan twee van deze kitjes erin. Het is mij niet gelukt om deze in een kit van 4 te vinden. Wellicht dat die dan wat goedkoper is. Je zou dus ook nog kunnen kiezen voor RAM van 3200 MAZ. Wil je dus de prijs wat verlagen in deze beeld? Na bijvoorbeeld 1500 euro. Dat zou eventueel ook nog kunnen. Maar in deze beeld nemen we deze uh, RAM stick's eigenlijk. En ze zien er ook nog eens mooi uit met RGB. Mocht je RGB niet tof vinden, zou je ook nog voor een alternatief kunnen gaan voor een, een, een RAMstick zonder RGB, zodat je dus niet een hele kermisattractie in je computer hebt. Ik heb zelf wel RGB-RAMsticks, maar ik zet ze meestal op, een, op een, ja, een solid kleur, zodat het niet te gek allemaal gebeurt of allemaal gaat in mijn computer. Um, dus dat, ja. Deze Ramsticks worden ook nog goed beoordeeld. Dus uh, ik dacht, deze zetten we erin. Voor jullie ook, dat jij eigenlijk uh, ja, goede Ramsticks hebt in je computer. Dan mm. hebben wij een 1 terabyte SSD-schijf. Uh, we hebben op, deze, uh, op ons moederbord hebben wij ruimte voor 2 M2-SSD's. Ik heb gekozen eigenlijk voor een old school SATA SSD, omdat we dan iets beter in de prijs zitten. Ik weet dat de M2 SSD's veel sneller zijn. Maar laten we eerlijk wezen, de meeste normale mensen die, die gamen en streamen. We gaan het misschien wel merken in wat laadtijden en zo. Maar heel extreem is het verschil niet. Uh, maar wel extreem is vaak de prijs. Je, je betaalt er wel veel meer voor. Uh, dus ik heb uiteindelijk gekozen voor een 1-terabyte. Samsung 860. QVO 1 terabyte. Die worden prima beoordeeld ook. Um, de snelheden zijn, zijn ook prima dus. Voor 100 euro heb je 1 terabyte. Mocht jij zoiets hebben van... ...morgen, ik zou graag wat meer opslag willen. Je zou er nog een HDD bij kunnen zetten... ...voor de wat slomere bestanden. Um, maar wil jij gewoon alles op het snelst laten werken... ...zou je ook nog voor een M2 kunnen kiezen. Of nog zo'n schijf erbij kunnen prikken. Of wel gaan voor gelijk een 2 terabyte uh, SSD schijf. Dus dat is een beetje het ding. Uh, met hoe jij hiermee omgaat. 1 terabyte zou voldoende moeten zijn. Je Windows neemt zo'n 20, 30 max gigabyte in beslag. Dus dan zou je zo'n 950 gigabyte nog over hebben voor heel veel games. Laten we ervan uitgaan dat jij 5 games tegelijkertijd op je systeem hebt staan. En als jij wat wil rouleren, zou je nog een ene eraf kunnen halen, bijvoorbeeld. Um, en dan heb je nog prima ruimte om nog je andere bestanden erop te kunnen zetten. Bijvoorbeeld om je video's te renderen, om dingen op te nemen. Dus uh, ja, daarbij hebben we dus gebruik gemaakt van 1 terabyte schijf uh, SSD. Dus dat is nice. Dan gaan wij naar een power supply. En power supplies, um, die worden meestal, um, naar mijn gevoel, veel te hoog ingekocht. Um, deze beeld zou je prima uit de voeten kunnen met een, wat te zeggen, 650 watt voeding. Um, er wordt altijd gedacht van dat je echt naar een 800 watt voeding moet naarmate je systeem hoger en hoger wordt. Dat is ergens ook wel zo. Maar het is niet gelijk dat jou een, of jouw systeem zoveel energie slurpt dat je echt uh, gelijk aan het limiet komt. Kijk, ga jij echt overklokken? Heb jij twee videokaarten? Heb je echt verschillende componenten in je computer zitten, al je PCI slots helemaal vol, ja dan kom je misschien wel inderdaad aan een, uh, een hoger segment qua uh, wattage van je voeding. Maar wij hebben nu voor een Be Quiet Straight Power 11. 650, 650 watt voeding gekozen. Krijgt ook weer goede reviews. Is volledig modulair. Nou, ik hou van uh, kabelmanagement ook in je kast. Dus elk kabeltje wat je niet hoeft te gebruiken, kan je gewoon losklikken. En kan jij dus zo eigenlijk alleen maar de kabels aansluiten die jij echt nodig hebt. Dus dat is natuurlijk super nice voor de mensen die een clean build willen maken. Um, dus dat. Uh, ja, dat is eigenlijk de, uh, de voeding. Dus dat is uh, helemaal nice. En uh, hij is 80 plus gold. Dus uh, ja, hij is ook lekker, uh, lekker zuinig en schijnt ook lekker stil te zijn. Dus volledig modulair, voeding, we all good. Dat alles combineren wij met ons laatste onderdeel, namelijk de Antec P120 Crystal. En dit is uiteraard een ding wat heel. Uh, persoonlijk is. Vind jij een andere kast mooier? Check dan even of alles erin past. En dan zou jij voor een andere kast kunnen kiezen. De reden waarom ik voor deze heb gekozen, is omdat ik ooit een kast heb gekregen van Antec. Namelijk de P120 Crystal. Ik heb ze hier allebei staan. Dit is trouwens niet gesponsord. Um, en ik ben er eigenlijk zo... Uh, uh, ik ben er echt heen, uh, tevreden mee met hoe ze eruit zien. Het is een, eigenlijk een kast die volledig van... Uh, nou, bijna volledig van tempered glas is. Dus je kan echt rondom in je kast kijken... Um, ik heb eigenlijk alle fans eruit gehaald. Om te kijken of dus mijn computer uh, cool genoeg zou zijn. Zonder alle fans. Uh, en dat is hij. Dus ik gebruik hem nu eigenlijk zonder fans. Om echt een extreem stille ka uh, kast te hebben. Misschien dat ik er nog een Exhaust fan tegenaan gooi. Ik weet dat er heel veel gasten zijn die. Uh, die ...koeling rond je kast heel belangrijk vinden en dat vind ik zelf ook. Maar ik dacht ik ga het gewoon eventjes testen om te checken of de temperaturen niet hoog worden. En ik vond hem ook nog eens er heel mooi uitzien. Lekker clean en ik zie al mijn componenten zie ik gewoon mooi in mijn kast staan... ...en dat vind ik altijd wel tof om te zien. Dus uh, we combineren deze in een Antec P120 Crystal kast... Um, ja, kabelmanagement is prima in deze kast, je hebt niet extreem veel ruimte, uh, je voeding zit ook aan de bovenkant in plaats van aan de onderkant, dus je hebt onderin gewoon echt een hele mooie plek om dus naar je componenten te kijken en om ze te, uh, te aanbidden en af en toe te aaien, dat is natuurlijk belangrijk morgens. dat is zeker belangrijk. Dus uh, ik denk dat je hiermee met een totaalbedrag, wat ik hier zie staan, 1650 euro. Het klinkt natuurlijk als heel veel en het is ook heel veel. Maar hiermee heb je wel echt een beest van een pc in huis. Kan je genoeg jaren mee vooruit om zowel te streamen als te gamen. Um, je zou zelf natuurlijk uh, wat veranderingen kunnen maken. Ik ga uit van een computer waarbij je gewoon op hoge kwaliteit kan streamen en gamen. Uh, mocht jij zoiets hebben van ja, ik, uh, ik zou dat wel willen doen. Maar op wat lagere kwaliteit. Dan zou je ook nog eens naar mijn andere PC's kunnen kijken. Die ik uh, voorheen heb voorgesteld. Al weet ik niet of je daar gelijk mee uit de voeten kan. Natuurlijk, met zowel game als streamen. Op eenzelfde uh, computer. Ik weet nog nu even niet uit mijn hoofd wat ik daar allemaal heb voorgesteld. Dus bij deze. Um, ja, dit is echt wel een hele dikke computer. Dus uh, mocht het zo zijn dat jij hierin geïnteresseerd bent, check het dan eventjes. Ik zal een linkje in de beschrijving uh, gooien met alle componenten. Zodat jij precies weet welke je zou moeten kopen. En uiteraard mag jij ook comments achterlaten met wat uh, ja, aanbevelingen die jij zou willen doen. op basis van de lijst die ik nu heb gemaakt. En uh, ja, ik zou zeggen: succes! Hou uiteraard ook altijd jouw persoonlijke voorkeuren ook nog op de voorgrond. Ga niet blind uit van deze lijst. Ga ook nog zelf wat research doen. Maar ik denk dat dit een mooi startpunt is voor jou om, uh, om hiermee aan de slag te gaan. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Mocht dat zo zijn, gooi dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn broeder. En dan uh, zie ik jullie bij een volgende video. Thanks voor het joinen en voor de support. En zoals gewoonlijk, we're the fuck out morrogs. Peace.